weet je wel, geen brood. Ik bedoel, ik speelde de hele melodie in, maar er zaten heel veel gasten die zaten alleen met de kick op sound. En die speelden dan, die gingen op tour, dus dan gingen ze, die zaten in Engeland, gingen naar Duitsland. En dat werd dan heel primitief gefilmd natuurlijk, maar dat waren feesten waar 25 man kwam of zo. En die stonden dan echt een beetje zo mee te knikken. Super, inderdaad. Ja. Maar dat kwam uit via IM Voorman. Maar er zijn wel mensen, ook bijvoorbeeld, ben zijn naam vergeten. Die gozer die was ook heel creatief en die kon vrij goed video editen. Die woonde in Woodstock in het bos. Die had een huis ook. Die zag dus echt herten bij zijn raam komen. Maar die leefde afgelegen in het bos. En hij zong vooral. Hij was wat de meeste mensen hoe het bij een voorman waren gewoon heel elektronisch. Ja, precies. Maar hij zong best zijn naam vergeten alleen. En hij had op een dag had hij een video gemaakt. En echt waar, die reacties, nou mega veel. En er waren echt reacties zoals, ik heb echt in de muur van tijd mijn vriendin geroepen. En die zit hier echt met tranen in de ogen naar jouw video te kijken. Ja, echt waar. En die had een video gemaakt, die kwam erachter van shit. Ik kom er nou achter, want het was ook heel erg, weet je wel. Zelfredzaam, hè, gewoon van... hoe zeg je dat? Het was do it yourself. Dus mensen gingen ook zeggen van, ik heb dat gemaakt met die spullen en je kan de source files downloaden. Het was allemaal helemaal open. Open, ja. Dus hij zei ook, ik kom erachter in Final Cut. Hij had zichzelf gefilmd op de fiets en toen zei hij, ik kom erachter. Ik kan gewoon natuurlijk heel simpel drie filmpjes naast elkaar zetten, waarbij ik die ene later start dan die ander met een offset. Hij zegt, kijk, dat vond ik zo te gek toen ik dat ontdekte. Dat dat gewoon met een offset kan ik drie video's op. Naast elkaar kan ik er ook zes doen. Nou, dus, nou, dan keek je naar die video. Kijk dus naar die video waarbij die echt op een gegeven moment zes beelden naast elkaar. Het was ook heel verticaal, of horizontaal video, heel breed. Ja. In QuickTime, hoe zeg dat, met Final Cut gemaakt. Ja. Nou, geweldig, weet je wel. Dat offset ding was echt zijn vondst in Woodstock. Dat die fiets door die bossen, weet je wel. Ja. Gewoon alleen maar sfeerbeelden. Maar echt gewoon mega veel reacties. Geweldig. Maar hoe kwam jij er dan in terecht, in die wereld? Ja, gewoon ontdekt, weet je wel. Ja. Ja. En Voorman was gewoon een hele goede site voor elektronische muziek. En die maker daarvan was ook een obscure Hongaarse artiest of zo. Waarvan ook niemand precies wist wie het was. Ja. Maar die had een hele goede site gebouwd. De kracht van die site was dat je... iedereen had zeg maar zijn eigen account en op dat account kon je zeg maar bloggen als het ware en je kon er ook muziek op posten en al die muziek die kwam weer automatisch in de player terecht, dus er was heel veel uitwisseling, werd veel uitgewisseld, wel veel uitgewisseld en je kon ook strak uit, zeker voor een tijd en je kon op een gegeven moment ook een betaald account nemen, dat kostte echt niks, volgens mij $20 had je via PayPal had je een eigen account en dat je bepaalde privileges voordelen. Maar die scene die daarop zat, dat is natuurlijk geweldig. Ik heb echt, er zijn sommige mensen ook doorgebroken. Hebben die gozer waar ik het over had met die offset video. Cadeautjes. Zijn vader die had, was ook betrokken bij film maken of iets dergelijks. Dat was dus echt een succesverhaal. Zijn vader overlijdt. Hij gaat naar die begrafenis van zijn vader en komt dus een filmmaker tegen die zijn en muziek, zijn naam onthoudt, gaat downloaden en zijn muziek werd gebruikt in een film van Denzel Washington. Waar hij niet heel veel geld mee verdiend heeft, volgens mij een paar duizend dollar, maar wel echt, hoe zeg je dat, een... ja, hoe noem je dat nou? Maar gewoon officieel. Nee, hij zat in de soundtrack en in de... gewoon tijdens de film, onder een scène. En soms dan zie je iets gebeuren.